We hebben heel veel hippe onderwijstermen, blended, hybride, synchroon en asynchroon, maar ook dingen als challenge-based education, project-based education, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Daardoor praten we vaak langs elkaar heen, zonder dat we het echt hebben over waar het toe doet, namelijk is dit de beste manier van onderwijs. Ik ben al sinds ik voor de klas sta in het basisonderwijs, jaren geleden, bezig met het nadenken over hoe kan ik mijn leerlingen of studenten een zo goed mogelijke leerervaring geven met alle middelen voor handen. Vaak kom je dan toch ook uit op technologieën die dat kunnen ondersteunen. En toen corona kwam, werd dat in één keer super relevant, omdat voor velen het onontgonnen terrein was, hè, dat online leren. Laat staan het combineren van online met fysiek leren op een manier dat het elkaar echt gaat versterken. Het feit dat de technologie er is, wil nog niet zeggen dat het onderwijs beter is. Je moet er eerst mee leren omgaan voordat je het zinvol kan inzetten. Dat betekent dat we onze docenten en onze studenten goed moeten voorbereiden, tijd geven om te experimenteren, meer nadenken over je onderwijsontwerp. Dus vanuit die visie ben ik bezig binnen de Universiteit Maastricht en daarbuiten om dat naar een hoger niveau te tillen.